Vorige keer in Kingdom New Fenrin. Hij stopt niet! Hij klavert een bot, zeg! Ik kreeg me over. Meelopen jij? Aan. Ik wist niet dat jullie hier waren. Ik ben goed, helemaal klaar met koning Joris. Hou je mond jij, de keizer bepaalt wel wat we met jou gaan doen. Wat? Die arts hier op Fenrin, wie zijn dit? Dit is de broer van de keizer, genaamd Mitchell. En zijn vriend, hertog Nick. Sluit hem op. En dat broertje? Die was toch dood? Huh? Broertje. Dit is hem. Jazeker, keizer. Dit is de man. Kijk aan. En wie mag jij zijn? Oh, maar je weet wie ik ben. Inderdaad, dat weet ik. Jij bent de man die zichzelf voordoet als mijn broer. Nou, vertel me, broer. Hoe kan je na 10 jaar dood zijn geweest, hier nu voor mijn ogen staan? Hè? Vertel me hoe. Ik ben nooit dood geweest. Hoewel het wel zo voelde. Hoezo niet dood? Ben jij dan niet Mitchell, de hertog van Rivendell? Ben jij dan niet de Mitchell, wie samen met alle inwoners van zijn stad gestorven is 10 jaar geleden? Gestorven. Zo zou je het kunnen noemen. Ik zou liegen als ik zeg dat een deel van mij niet stierf daar op die dag. Maar toch ben ik hier. Stel dat ik je zou geloven. Waar zou je dan zogenaamd geweest zijn die 10 jaar? Ik weet niet waar ik was. Ik ben 10 jaar gevangen gehouden. De vraag is, waar was jij? Ik kan me herinneren dat we een afspraak hadden. En jij zou me komen halen als je in een Fenrin zou blijven. Wat zeg je daar? Ik zeg, we hadden een afspraak. Nee, ik hoorde je wel. Hoe weet je dat? Dat probeer ik je al nou de hele tijd te zeggen. Ik ben het. Je broer. Mitchell? Broertje. Ik kan niet geloven dat jij het bent. Wat is er met je gebeurd? Waar was je al die jaren? Ik had je hier nodig. En ik had je daar nodig. 10 jaar. 10 jaar lang hielden ze me vast. En niet omdat ze mij wilden, nee. Ze wilden jou. Ze wilden jou, broertje. Wat? Waar heb je het over? Ze zouden me vasthouden totdat ik ze jou zou geven. Ze hadden het over dat je iets speciaals had. Anders was op een manier. Nu weet ik niet waar ze het over hadden. Maar ik heb ze niks gegeven. Kijk, en voor die reden heb ik je nodig. Wij zijn trouw aan elkaar. Oh, alsjeblieft. Spaar me de zoetsappigheid. Jij had beloofd dat je me zou komen halen als je in Fenrin zou blijven. En 10 jaar lang heb ik niks van je gezien. En nu zit je hier als keizer, lekker op je troon. En geloof me. Ik ben niet blij met wat ik zie. Wat is er met je gebeurd? Je ziet er anders uit. Je gedraagt je zelfs anders. Ik weet niet waar jij het over hebt. Maar ook weer wel. Laat me je dan helpen, broertje. Ik heb jouw hulp niet nodig. Jij vergeet dat ik de keizer ben. En jij vergeet dat ik je broertje ben. Verdwijn uit mijn ogen. Dit geloof je toch zelf niet? Aan de kant! Laat hem maar gaan, mannen. Hij komt wel terug. Falling so slow.
Ahem! Stilte! Nick, hertog van Liort. De rechtbank is tot een besluit gekomen. Je wordt schuldig bevonden van het helpen in de tirannie van Joris. U zult de straf moeten volgen. De rest van uw leven moet u dienen in de Dragon Pit, in onze grootste gevangenis, in onze jungle. Wat? Wachters! Zorg dat deze man verdwijnt uit mijn ogen. Erg jammer dat de rechtbank dit besluit heeft genomen. Kapitein Yort, mijn mannen hebben je verhoord en geluisterd naar je verhaal. Rob, kan jij jouw uitspraak erover doen? Zeker, keizer. Ik heb de Liort verhoord en als hij de waarheid spreekt, was het niet zijn bedoeling om ons aan te vallen. Dat was een overhaaste keuze van zijn mannen. Ik acht hem daarom onschuldig, maar hij blijft een Liort. En door mijn verleden, daar kan ik daarom maar niet van uitgaan, dat hij te vertrouwen is hier in Fenrir. Ik zal hem vasthouden in de gevangenis tot na de oorlog met de Liort. Duidelijk. En jij, Gerben? Ook ik heb hem verhoord, keizer. En ook ik acht hem onschuldig. Ik ben het verder met Rob eens. Al heb ik zelf geen aanraking gehad met de Liort door mijn jaren in de jungle heen, ben ik nooit de verhalen van mijn voorouders vergeten. Laat hem maar een paar jaar in die gevangenis werken, zoals zij met onze voorouders hebben gedaan. Ah, duidelijk. Dan mag je nu nog een pleidooi houden, Jort, voor ik mijn oordeel geef. Dank u wel, keizer Jurgen. Geachte aanwezigen, het oordeel van rechter Rob slaat helemaal nergens op. Hij verklaart mij onschuldig, maar veroordeelt me vervolgens toch alleen vanwege mijn achtergrond en voor wat mijn voorouders, jullie voorouders, hebben aangedaan. Dat slaat toch helemaal nergens op. Hoe ver wilt u terugreizen in de tijd? Zoals ik al heb aangegeven, ik ben het bewind van koning Joris zat. Ik wilde zelfs een opstand oprichten daar in Halsecliff. Maar nu zie ik in dat Fenrir een land is voor een tweede kans. Een land waar Liorts en Fenrins samen kunnen werken en samen kunnen bouwen aan de toekomst. Geef mij een kans om mezelf te bewijzen. Ik smeek het u, geef mij een tweede kans. Dan is het nu tijd voor mijn oordeel. Fenrir is inderdaad een land waar Liorts en Fenrins samen kunnen leven. Een land van een tweede kans. Maar we zijn momenteel in oorlog met Liort. En daarom is het wel erg toevallig dat er opeens overal Liorts ons land binnenglippen. Voor de veiligheid van mijn land en van mijn volk veroordeel ik u tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Daarna, als er rustige tijden zijn, zullen we kijken of u te vertrouwen bent. Goed, keizer. Ah, gegroet, Rens. Wat voor nieuws breng je op deze lange dag? Ik kom met een boodschap uit Genava, heer. Een boodschap uit Genava? Wat is er aan de hand? Het is een uitnodiging van generaal Meinder namens koning Samal om langs te komen in Nieuw Falmar voor een staatsbezoek. Nieuw Falmar? Ik heb er al veel over gehoord. De pracht van Myrdia. Ik moet even wat opschrijven, hoor. Oké, hier. Een lijstje mensen die meegaan naar Genava. Zorg dat ze er vanaf weten en dat er een schip gereed wordt gemaakt. Ik vaar zelf wel, want onze beste mensen zitten bij de blokkade in Halsecliff. Kom voor elkaar, heer. Mooi. Goed werk, Rens. Je doet het uitstekend als Havik. En ik vertrouw erop dat je ook nog genoeg je ogen en oren openhoudt voor de naam van het broederschap. Jazeker, heer. Het is een kans waar ik alleen nog maar van kon dromen na mijn ongeluk. Mooi, je doet het uitstekend. Breng die mensen morgen meteen naar mijn schip.
en stuur een boodschap naar Rob, Ferry en Laura. Zij hebben de leiding over Fenrin in mijn afwezigheid. Tijd voor ons om een bezoek te brengen aan Yennava. Uiteraard, keizer. Ik heb hem niet nodig. Na al die jaren, ik ben de keizer. Hij was dood, verdwenen uit mijn leven. Hij heeft me misleid. Nee, niet mijn broer. Jawel, hij heeft me misleid, verraden en wil mijn troon overnemen. Maar Mitchell is mijn broer. Nee, mijn broer is dood. Hij is een verrader. Wat gebeurt er met me? Waarom ben ik zo boos? Een leugenaar en een dief. Nee. Hij wil me vermoorden. Nee, niet mijn broertje. Hij wil de troon. Nee, we hebben het elkaar beloofd. We zouden samen blijven. Ik zou hem ophalen. Maar nu ben ik de keizer en een weerwolf. Ik ben sterker dan ooit. Maar familie. Familie is sterker. Ik moet mezelf leren beheersen voordat het te laat is. Ik raak mezelf kwijt. Ik moet naar Yennava gaan. Vraag aan Mindert hoe hij zijn empire kan beheersen. Ik moet mijn weerwolf beheersen.